vandaag zondag en ik heb vandaag een proefje, maar niet zomaar een proefje. Ik heb een proefje met Verona. Het is de F7, want Blondie staat op de arkhoeven die we daar gisteren gebracht. En ik wou toch mijn F7 proefje doen, dus mocht ik hem op Verona doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik hoop dat het goed gaat. Het is op dit moment 9 over 9. En mijn moeder die gaat zo terug voor de live chat voor jullie. En ik ga hem lekker vlechten. Dan ga ik even naar Blondie's lege stal. Want Blondie die is natuurlijk weer weg. En ik leg daar meestal mijn wedstrijdspullen in. Moet ik deze even open. Hallo, geen pony. Ga ik naar Roontje. Roontje. Hallo, Piet. Oké, kom maar mee, Roon. Ik ga Verona even vlechten, daarom gaat ze niet in haar stal poetsen. Ga ik niet in haar stal poetsen, maar daar. En ja. Jij, Roontje. Oh, kom! Verona pakt ondertussen een plakje hooi. Het is echt stom. Ik ben mijn elastiekjes zitten in mijn poetstas. En mijn poetstas ligt op de arkhoeven. Dus ik heb nu geen. En niet heel veel elastiekjes. Gelukkig heb ik gisteren Blondie staart gevlochten. Waardoor ik wel een paar elastiekjes heb. Waardoor ik een paar vlechtjes heb kunnen maken. Maar het is niet heel veel. Oké, uiteindelijk. Met al mijn elastiekjes. Tada. Heb ik toch alles kunnen doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Even poetsen. Spulletjes gepakt. Zijn daar. Dat zijn mijn jasje, dekje en ga ik voor even opzamelen. Want ik moet er over een paar minuutjes op zitten. Dus dan, ja. Zo, ik ben klaar. Ik moet Verona even omdraaien. Zo, kom maar. Ik ga naar de bak toe. Ik zag moeder net al komen, dus wij zijn er klaar voor. Ik heb zo'n proefje. Ik heb best wel zin in. Maya is de jury, dus daar ben ik wel blij mee. En, ik hoop dat Verona braaf gaat doen. We gaan beginnen. Succes, Tess. Even volten.
testen gedaan. En volgens mij ging het best wel goed. Wacht, geef anders maar. Zo. Oh, ik vlog op de paard. Oh, zo, ja. Het ging eigenlijk best wel heel erg goed. En soms schoten we wel wat uit. Ik ben Blondie natuurlijk gewend. Die alles heel klein maakt. Nee, Verona heeft hele grote galoppassen. Dus dat ging wat lastiger. Ja, zegt ze ook. Ja, ze is het mee eens. Ja, ze is het mee eens. Ja, ik ga haar lekker afzadelen. Na verzorgen, want ze heeft echt heel goed gedaan. Nou ga ik de prijsuitreiking doen. Ik ben benieuwd hoeveel punten ik heb. Ik heb 220 puntjes. Dat zijn er 20 meer dan de vorige keer. En ik ben heel blij. Yay.